Auteur Germaine Jongloy heeft deze week haar boek waarin zij haar familiegeschiedenis verweeft met een bredelijke kijk op Suriname op diverse podia gepresenteerd. Afgelopen vrijdag stelde zij haar werk, getiteld Mika in tweekleurig water, voor in de universiteitsbibliotheek. En in dit boek belicht ze niet alleen haar eigen familiegeschiedenis, maar biedt ze ook een inzichtelijke beschrijving van de situatie in Suriname sinds de onafhankelijkheid in 1975. Bovendien beschrijft ze hoe Surinamers denken over mensen en producten uit het buitenland. Godzijdank maak ik deel uit van een generatie die betere tijden heeft meegemaakt. Ik ben geboren in de tijd van de ijsabbels en de peren. In 1962 waren dat de zoete vruchten die we aten vanwege onze relatie met Nederland. Suriname was in die tijd een overzees rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Mensen denken in Suriname. Denken dat als iets uit Nederland komt, dat het dan pas goed is. Laten halen. Zeg je toch, als je het over een kledingstuk of over schoenen uit Nederland hebt. Het boek van Jongloy beschrijft ook de financiële situatie in Suriname. Na de presentatie trad ze nog in dialoog met de aanwezigen over het boek.